Subjectieve regels leiden altijd tot discussie. Wat de PVV betreft worden deze regels dan ook alle minuut geschrapt. Het is dan ook een gemiste kans dat in artikel 71, lid 1, het gebruik van beledigende uitdrukkingen niet geschrapt is of eventueel nader gespecificeerd is. Ordinaire scheldpartijen met allerlei schuttingtaal moet je natuurlijk niet willen. Maar het begint zo langzamerhand een beetje door te slaan. Er komt steeds meer dwang om vooral niemand in zijn of haar veilige bubbel te verstoren. Onder de huidige woke-terreur is jongens en meisjes al beledigend. En kan je nog wel iemand een compliment geven, waardoor je zomaar weer een ander kan beledigen. Sterker nog, complimenten worden dikwijls gegeven om juist weer de ander te beledigen. Dat is een nette manier, maar het gebeurt. Het benoemen van feiten over mensen die niet aanwezig zijn, ligt ook uiterst gevoelig. Terwijl BNR in de media frank en vrij wel mag rondtoeteren dat bijvoorbeeld de topman van Schiphol Benschop ruim 5 ton salaris ontving, mag dat hier in deze Kamer niet gezegd worden. Blijkbaar mogen dergelijke feiten wel door de media ingebracht worden in het publieke debat, maar niet door een gekozen Kamerlid. Dat is toch waanzinnig. Vaak verwart men beledigen met een ongemakkelijke waarheid. En als Kamerleden zich storen aan bepaalde woordkeuzes, dan zijn zij vrij om de betreffende woordvoerder aan te spreken. Dat is veel krachtiger dan de voorzitter voor hun karretje spannen. Daar wil ik ook een motie voor indienen, want nu kan het nog in de eerste termijn. Dus ik denk, ik ga me gelijk boten bij de vis halen. En dan gehoord de beraadslaging constateren dat tijdens het plenaire debat spreken over feiten betreft het functioneren van personen wordt ervaren door enkele leden als ongewenst, als deze personen niet fysiek aanwezig zijn, zelfs als deze feiten worden benoemd in de media, dat in het bovenste geval de voorzitter de woordvoerder tot de orde roept, overwegende dat het niet zo kan zijn dat de media meer kan inbrengen in het publieke debat dan een gekozen Kamerlid, geeft de Kamer aan dat feiten die benoemd worden in de media ook benoemd kunnen worden tijdens plenaire debatten, ook al betreft dit personen die niet aanwezig zijn. Wordt de indiening van de motie voldoende ondersteund? Dat is het geval. Dan maakt de motie deel uit van de beraadslaging. Onder Romeinse CLVI, letter D van Dirk. Mevrouw Nanninger. Dank, voorzitter. Ja, dank voor uw betoog. Ik kan daar voor een groot deel in meegaan. Hè. Wie bepaalt wat kwetsend is, zeker tegenwoordig. Als je iemand vriendelijk goedemorgen wenst, kan het al kwetsend worden opgevat. Maar de vraag is eventjes over over de motie van mevrouw Faber, voorzitter. Personen aanspreken of benoemen of daar iets van vinden die niet aanwezig zijn. Wat vindt de PVV-fractie van de goede gewoonte om geen ambtenaren of personeel met naam en toenaam aan te spreken? Valt dat dan ook onder volgens de PVV de vrijheid om wel die namen te noemen van bijvoorbeeld ambtenaren of mensen van de griffie of van de ondersteuning of wat dan ook? Of Faber. Nou ja, kijk, als bijvoorbeeld, ik noem maar wat, de Telegraaf, ik noem er maar eentje. Als hij bijvoorbeeld schrijft over ambtenaar A die iets heeft gedaan bijvoorbeeld bij in het gasbedrijf of bij de NAM die daar aan tafel heeft gezeten, waarom zouden wij dat dan hier niet mogen noemen? Kijk, het is wat anders natuurlijk als we hier gewoon iemand van de griffie hebben van onze staf. Ik bedoel, die ga je hier niet in het debat aanspreken, die spreek je aan. Gewoon in een vergadering of je trekt hem zelf aan de jas. Mits natuurlijk bijvoorbeeld in de media het wordt gezegd. Dan vind ik het een ander verhaal, want het kan niet zo zijn dat de media, dat je in de media, dat die meer mogen zeggen dan een gekozen Kamerlid. Verhelderende vraag. Dus de PVV-fractie bedoelt bij monden van mevrouw Faber echt uitsluitend mensen die al onderdeel zijn, met naam en toenaam, van het publieke debat. Dus niet mensen die we hier, als het ware, gaan introduceren met naam en toenaam. Heb ik hem zo goed dan? Deels wel. Het klopt in ieder geval dat wij willen in ieder geval dat kunnen zeggen. Maar dus alles wat in de media wordt genoemd, moeten wij hier ook kunnen zeggen. Kijk, het kan natuurlijk ook zo zijn dat we iets in een rapport lezen, bijvoorbeeld van de Algemene Rekenkamer of wat dan ook, moet je natuurlijk ook gewoon kunnen zeggen. En je moet de zaken wel op feiten bouwen en ook kunnen uitleggen. Je moet het wel op feiten kunnen onderbouwen, dat vind ik wel. Maar het is dus voorgekomen dat de zaken die in de media werden gezegd, dat die hier niet gezegd konden worden. Dat vind ik toch wel een beetje bijzonder.
De heer Schalk. Ja, voorzitter, eigenlijk twee puntjes. Het eerste gaat nog even over die ambtenaar met naam en toenaam. Volgens mij valt dat altijd, hoe dan ook, onder de ministeriële verantwoordelijkheid. En moet je dus enorm oppassen om daar toch enige ruimte aan te bieden, zelfs als dat in de media gedaan wordt. Want ik zou niet graag de media als maatstaf nemen voor ons gedrag in deze Kamer. Dat is het eerste. En ik hoop dat mevrouw Faber het daarmee eens is. Dat is één. En het tweede, dat gaat toch nog even over personen die genoemd worden. Kijk, dat je een omschrijving geeft, of als je weet dat er in een bepaalde krant iets benoemd is, dan kun je bij wijze van spreken zeggen zoals dat in die en die krant is benoemd. Maar op het moment dat je hier naam en toenaam gaat noemen van personen die zich inderdaad niet kunnen verdedigen, dan moet je verschrikkelijk goed oppassen, want dat kan ook zijn dat die enorm beschadigd worden, al door dat krantenartikel. En wij weten lang niet, je hebt lang nooit, meestal geen hoor en wederhoor kunnen toepassen. Dus ik zou toch aan mevrouw Faber willen vragen om wat dat betreft haar motie nog eens even te herzien. Het is heel handig dat ze hem in de eerste termijn heeft ingebracht, want dan kan ze hem nog even terugtrekken. Ja. Mevrouw Faber. Ja, nou, ik dank meneer Schalke voor deze opmerking, want dit wilde ik dus ook aantonen, dat je dus ook in het eerste termijn een motie moet kunnen indienen om gewoon te kunnen horen wat de collega's daarvan vinden. Dus dank u wel daarvoor. Dan betreffende uw andere vraagstellingen. Ik vind wel dat je hier gewoon de feiten moet kunnen benoemen. En ik ben het wel met meneer Schalk eens dat je moet er wel kritisch in zijn. Want soms wordt er wel eens wat in de media geschreven wat niet zo is. Ik heb een keertje ik zal niet het onderwerp helemaal uitdiepen, maar ik heb een keertje een lijstje gezien van zaken die waren voorgevallen. En toen dacht ik, ja, klopt dat allemaal wel? Toen ben ik gaan googlen en toen vond ik dat ook terug in al die lokale media in het buitenland. Dat waren zaken die in het buitenland hadden gespeeld. Dus die ga ik zelf wel verifiëren. Want ik weet gewoon dat de collega's in deze zaal, die zijn niet op hun achterhoofd gevallen. En als ik hier wat ga vertellen wat niet zo klopt, dan is er altijd eentje die het weet. Dus dat is gewoon niet handig. Dus je gaat echt wel nadenken als je zegt van Pietje Puk heeft dat gedaan. Want dan moet je het wel kunnen onderbouwen. Dat ben ik helemaal met meneer Schalk eens. Heer Schalk. Ja, voorzitter. Toch nog even, bij die ambtenaren kan ik het me echt niet voorstellen, want dan kan je altijd naar de minister wijzen, één. En twee, bij al die andere gevallen, daarmee legt de Kamer, als ze dat al zou willen, een enorme verantwoordelijkheid bij de voorzitter, die de orde dient te bewaken. Want die moet dan eigenlijk alles gelezen hebben om te weten of datgene wat ingebracht wordt nog wel passend en juist is. Dus nogmaals, ik vraag mevrouw Faber, herzie die motie nog even. Bekijk daar nog even naar. Mevrouw Faber. Ja, ik dank meneer Schalk voor zijn nadere toelichting en zijn advies. Ik moet wel zeggen, we hebben hier laatst een debat gehad over de versterking gebouwen Groningen. En toen heb ik ook in mijn betoog gezegd, toen heb ik geen namen genoemd, ik wist ze wel. Ik had een paar namen van ambtenaren wat daar is gebeurd. En toen was er ook een ambtenaar, die had dus niet de minister ingelicht. Nou, dat vind ik toch wel een ding die hier wel genoemd mag worden. En natuurlijk valt het onder de verantwoordelijkheid van de minister, maar ja, die wist van niks. Dus dat zijn toch wel een beetje bijzondere omstandigheden. Ik begrijp u wel, ik zal er ook zorgvuldig mee omgaan, maar als het debat te goede komt om man en paard te noemen, dan zal ik daar niet voor schromen. Maar ik neem wel uw advies mee. De heer Otten. Ja, voorzitter, nog even over dat punt van die ambtenaren, want dat is een interessante discussie. En één naam kwam mij meteen in mijn hoofd op. En dat is Jaap van Dissel. Jaap van Dissel, ja, die continu persconferenties geeft met de minister-president, die de Tweede Kamer brieft, die in allerlei talkshows de publiciteit zoekt, ons met allemaal modellen confronteert, samen met zijn medewerker, waar we ook de naam niet, die ben ik ook even vergeten, maar die mocht ik toen ook niet noemen. Die man, die was ook de hele tijd in het nieuws. Die kwam, de koning en de koningin kwamen bij de modelmaker op bezoek. Nou, die modellen bleken achteraf helemaal niet te kloppen. Maar is mevrouw Faber het met me eens dat als een ambtenaar en voormalig DG van VWS, Roel Becker, die was hier laatst bij een hoorzitting over de nieuwe wet publieke gezondheid. Die zei ook, Van Dissel en het RIVM is gewoon een onderdeel van het bestuur van het ministerie van VWS. Niks meer of minder. Dat zo'n zelfgekozen publiciteit van een dergelijke, die werd toch echt als autoriteit opgevoerd door het kabinet, door de minister-president, door de minister van Volksgezondheid, dat wij daar dan hier toch ook over zouden mogen praten, lijkt me.
of die modellen mogen bespreken en ook wat de heer Van Dissel, om een voorbeeld te noemen, dat het toch niet zo kan zijn dat dat nooit zou mogen kunnen worden besproken. Bent u dat met me eens? Ja, voorzitter, ik ben dat 100% met meneer Otte eens. Want Jaap Van Dissel die koos natuurlijk continu de publiciteit op. Die heeft een bijzondere rol gespeeld, laat ik het netjes zeggen. Of een opmerkelijke rol heeft hij gespeeld. En die heeft ook continu de publiciteit opgezocht. Dus dan zou het waanzinnig zijn als wij dat hier niet in deze Kamer zouden mogen zeggen. Daar ben ik het helemaal met u eens. En dat moet dan ook gezegd worden om het debat goed te kunnen voeren. Dank u wel. Ja, daar ben ik het helemaal mee eens.